Pauze. We hebben even pauze nodig. We hebben echt een pauze nodig, want dit gaat niet goed. Welkom op het Spangalis College. Dat is hier. We gaan jullie nu alles laten zien, dus we gaan naar binnen. Kom maar mee. Ik ben trouwens Kimberly Klaver, ik speel Annabella. En ik ben Talisha Mischian en ik speel Avalanche. Oké, kom mee. Juist. Om te beginnen gaan we naar de green room waar we altijd chillen als we pauze hebben. Ja. Het is een beetje een troep nu, maar ja, er zitten hier altijd heel veel acteurs even hun scènes door te nemen. Als we even pauze hebben tussendoor, even een boekje te lezen of schrijven voor te bereiden op de volgende dag. Dus hier kan je heel lekker chillen. Na onze lunchpauze worden we vaak bijgepoederd in de make-up. En dan kunnen we lekker in de stoel zitten, even relaxen, terwijl er ondertussen aan je gezicht wordt gezeten, gesminkt en gefrummeld. En dan denk je gewoon lekker aan vakantie of aan leuke dingen die je gaat doen of aan de scène die je straks hebt. Want die moet soms natuurlijk wel even voorbereid worden in je hoofd. En ondertussen zit er dan iemand aan je lippen en zo. Wat eet jij het liefst in de pauze, Lies? Nou, in de pauze wordt een heel lekkere lunch voor ons gemaakt, wat heel fijn is. Er wordt heel goed voor ons gekookt, dus we kunnen wel even een kijkje gaan nemen bij de catering. Hier wordt altijd heerlijk gekookt en lekkere dingen gemaakt voor ons, die we dan even lekker kunnen opeten als we even vrij zijn. En we gaan ook in de pauze vaak even hier naartoe om snel even een cappuccinootje te halen. Die vind ik in ieder geval erg lekker. Ja, en ik doe altijd in mijn cappuccino kaneel, daar ook heel erg veel van. Ik heb wel grappige dingetjes, kom maar even mee. Ziet er allemaal van die palen staan. En deze palen in het midden, die zijn dus niet echt. Die zitten los. En dat wist jij niet. Dat wist ik niet. Dus tijdens een scène ging ik een beetje leunen. En dan krijg je dit allemaal vast. En dan draait hij gewoon lekker mee. Onze eigen eetruimte. Waar we altijd in de lunchpauze lekker gaan eten. En soms ook repetities hebben of lezingen. Hi, ik ben Nicola, 26 jaar en ik doe de styling voor de serie Spangas met deze twee fantastisch mooie meisjes die alles fantastisch staat. Dus dat is heel erg leuk om te doen. Helaas heb ik alleen nooit pauze, want daar ging dit interview volgens mij over. Dus ik heb de hele dag door de stad heen gelopen, het regent, mijn haar is ontploft, dus één ellende. Maar Annabella en Avalanche hebben wel heel veel leuke nieuwe kleren. Yay! Yeah!